Nou, ik verwacht een wedstrijd waar Sparta wel druk gaat zetten. Het is natuurlijk hun eerste wedstrijd. En ja, Sparta heeft altijd de ambitie om voor de titel te spelen. Dus ik denk dat zij wel iets gaan willen bewijzen. Jullie hadden de eerste wedstrijd al afgelopen weekend. Een gelijkspel in Velsen tegen Telstar. Ja, dat was jammer, hè? Want het ging op het laatste moment nog mis. Ja, dat is heel jammer. Als je de hele wedstrijd voorstaat en dat je in de 88ste dan een goal tegen krijgt, is zonde. En ik denk ook dat we die 2-0 onterecht afgekeurd krijgen. En dat we daarna ook wel nog een paar mooie kansen hebben gehad om te winnen. Dus ja, wel zonde, ja. Wat moet volgens jou het strijdplan worden tegen Sparta? Ja, ik denk dat zij hoge druk gaan zetten en zo. Dus dat we vooral niet in paniek moeten raken en gewoon ons ding doen, ons voetbal spelen. Want ik denk wel dat we een goede ploeg hebben die voetbal speelt. Jij bent nieuw hier. Ja, wat is je eerste indruk? Wat vind je van de groep? Nou, we hebben een hele leuke groep, veel jonge jongens. En ik denk dat iedereen wel met elkaar kan opschieten. Dus ik denk wel dat we een hele goede en leuke groep hebben. Ja. Afgelopen seizoen, nou goed, toen was je er nog niet, maar was natuurlijk een qua resultaat dramatisch seizoen voor RKC. Dat gaat dit seizoen niet gebeuren, denk ik. Hè? Nou, 20ste kunnen we niet eindigen, alleen maar 19e. Dus dat gaat altijd beter zijn. Dat kan niet slechter. Nee, kan niet slechter, inderdaad. Maar waar schat je, is het dan mogelijk, zeg maar, deze ploeg toe in staat? Ja, is een beetje lastig. We hebben een jonge ploeg en met jonge jongens weet je nooit hoe je aan een wedstrijd gaat beginnen of welk resultaat je gaat krijgen. Soms win je gewoon 5-0 en maak je je tegenstander helemaal kapot. En de andere dag is het wat minder en verlies je met 3-0. Dus ja, we moeten een beetje zien hoe we gaan groeien dit jaar en hoe mensen het gaan opnemen. En dan, ja, wie weet is er iets moois dit jaar.